We zijn de laatste weken aan het spreken over een heel belangrijk onderwerp. En ik moet zeggen, dit is tamelijk persoonlijk voor mij. Het waarover we het hebben gehad de laatste paar weken heet 12 redenen waarom ik van Jezus hou. En we hebben al besproken, hij houdt van mij als eerste. Wel, ze zijn niet noodzakelijk in deze volgorde uiteraard. Hij houdt van mij, hij is mijn vader was nummer 2, nummer 3 was hij is mijn vriend. Nummer 4 was hij heeft mij zonde vergeven. Nummer 5, hij is altijd bij mij. Nummer 6 is, hij heeft mij vrijgemaakt. En ik wil nog van deze week beginnen met, hij houdt zich aan zijn woord. Zoals ik eerder heb gezegd, dit gaat een paar weken duren uiteraard. Maar we haasten Gods woord niet. Laten we even bidden. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord en ik dank u voor wat u voor ons gedaan heeft, Vader God. En ik dank u voor alles wat u gezegd heeft in uw woord, dat wij mogen weten dat het allemaal waar is, Vader God. We begrijpen bepaalde dingen niet die er gebeuren met ons of om ons heen of met geliefden of wat dan ook niet. Maar u zegt dat wij u moeten vertrouwen. En help ons om ook, zoals eerder gezegd is, Vader God, niet om ons heen te kijken. Vooral niet achter om ons te kijken, maar naar u te kijken, omhoog te kijken, Vader God. We danken u daarvoor, Vader. In Jezus' naam, Vader. Ik was laatst, waar we aan het spreken over vergeving van zonde. En de Bijbel zegt dat God ons vergeeft. En zoals er staat in Jesaja, waar de profeet zegt, u gooit uw zonde achter mijn rug, want God kijkt nooit om. God kijkt nooit om. En het is niet altijd vergeet. En je moet niet vergeten, kijk, als je iets wegdoet, is er nog altijd iets ervan, blijft ervan over. Maar wanneer God je vergeeft, blijft er niets van over. Het is klaar, het is afgelopen. Heeft God een slecht geheugen? Nee. Hij kiest om het te vergeten. Oké? En we gaan daar in de komende tijd meer over zeggen. Want ja, als ik naar de wereld kijk en om me heen en wat mij altijd het meeste moet geven, is als ik maar Gods woord lees en kijk hoe liefdevol Jezus is. Wat hij gedaan heeft aan het kruis, wat hij voor mij gedaan heeft, wat hij voor ons gedaan heeft, is echt ongelooflijk. Eerlijk gezegd, het is niet te bevatten. En vandaar dat ik dit met jullie, met ons allen wil bespreken, die 12 redenen waarom ik van hem hou. Het eerste is, gaan we kijken naar het woord. Johannes 1, vers 1 tot en met 5, dat staat er natuurlijk, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft dit niet gegrepen. Zie je, kijk, ik weet niet of jullie het echt, de Bijbel is tamelijk specifiek over dingen. Dus ik vind het zo mooi, dat voorbeeld van licht in de duisternis. Want licht komt binnen met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. En duisternis gaat met diezelfde snelheid eruit. En als je ook merkt, je komt in een donkere kamer, toch? En je doet het licht aan, kun je geen kreunen van het licht. Van, ik moet nou weg. Ja. Het is direct weg. Daar heb je waar ik me hiermee naartoe ga. Oké. We hebben een grote God, hebben we net gezongen, toch? We hebben een grote God. Is er duisternis in deze wereld? Absoluut. Is er altijd duisternis geweest? Absoluut. Maakt het uit? Heel wat, maar niet voor ons. Wij moeten leren in het licht te leven. Oké? Maar kijk, we gaan kijken naar Gods woord. Velen van ons hebben dit allemaal bestudeerd enzovoort. En ik zou je zeggen, het is echt een ontzettend verrijkend. De manier waarop dit allemaal geschreven, de manier waarop het in elkaar zit, is, ik kom soms niet uit mijn woorden om dit te weerleggen. Maar ik zeg, elke keer als ik het weer lees, komen er al soort van die schatten eruit. Zoals we op de Bijbelstudie hebben gedaan, ons Oude Testament Bijbelstudie hebben gedaan. Spraken we erover hoe prachtig zijn woord in elkaar zit. Ja? En dat door de eeuwen heen zijn er zoveel groeperingen geweest die het wilden uitroeien. En dan zijn er groeperingen geweest die het wilden aanpassen en veranderen. Ja? Maar God heeft dat, zal dat nooit toestaan. En weet je dat vandaag nog, in deze hele duistere wereld, is het nog steeds de bestseller. Ja? Het is nog steeds de bestseller. Waarom?
Omdat het waarheid is. Zoals we eerder hebben gezegd, waarheid is geen begrip. Waarheid is een persoon. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Zoals we vaker hebben gezegd, daarom kloppen een heleboel dingen in deze wereld niet. Want de mensen kijken naar wetenschappelijke waarheid enzovoort. En wat ik grappig daar vind, is dat, hoe je het ook niet draait of keert, zelf Einstein heeft gezegd, het meest wonderbaarlijke van het universum is dat het berekenbaar is. En wie heeft dit? Wetenschap komt van God, hoe je het ook niet draait of keert. En dat merk je ook in de Bijbel. In Genesis, zie je, dat hebben we ook op de Bijbelstudie gezegd. Als je naar Genesis kijkt, de Bijbel gaat er niet om te bewijzen dat God er is. Hij zegt, in het begin schiep God. Punt uit. Het is gewoon een feit. En hoe het ook niet draait of keert, en hoe je ook niet kijkt naar deze wereld om je heen, het vergt heel wat meer geloof om evolutie te geloven dan in... Zwaar of niet? Want ja, zoals ik vaker zeg, was er een ontploffing ongeveer 10 jaar geleden en dit horloge verscheen op mijn pols. Dat is in principe wat ze zeggen. Ja? Ze gaan tegen alles wat Gods woord zegt. Maar dat moet natuurlijk, want de vijand wil deze wereld van God afbrengen. Maar het mooiste, het allermooiste wat ik vind, is het allerergste wat er met Jezus gebeurd was, het kruis. Gethsemane was voor ons het keerpunt in de geschiedenis. Want hoe je het ook niet draait of keert, deze geschiedenis is een heel andere kant op gegaan toen Jezus kwam. De tijd wordt verdeeld door hem. Voor Jezus en na Jezus. Zelf in landen die hem niet willen. En wat ik ook zo mooi vind is, God heeft een gevoel voor humor, hè? Echt wel. Maar hij heeft een gevoel voor humor, want bijvoorbeeld, je weet, de communisten kwamen toch? In de Bolsheviks enzovoort. En toen hebben ze alle religie afgeschaft. Direct, toch? In 1917. Alle religie afgeschaft. Maar elke zondag zeiden ze, het is zondag. Voskresenia. Zo heet, dat is het Russische woord. Voor zondag is Voskresenia. Dus elke keer als die communisten zeiden Voskresenia, zeiden ze, en dit is letterlijk wat Voskresenia betekent, de dag dat Jezus uit de doden opstond. Dus elke keer als ze zondag zeiden, zelfs gaven ze het toe. Ik vind echt dat God goed voelt voor morgen. Ja. Maar zijn woord, Jezus, kijk, het punt is dat de reden waarom Gods woord, Jezus vereenzelvigt zich met zijn woord. Want het is zijn woord, want dit is niet geschreven door mensen. Het is neergepend door mensen, maar het is geschreven door de Heilige Geest. Want je hebt van die fantastische dingen. Je hebt soms van die dingen die gebeuren in het Oude Testament. En dan vraag je af, maar waarom in vredesnaam? Het antwoord is een Nieuwe Testament. Wij denken vaak dat het twee aparte boeken zijn. Het zijn geen twee aparte boeken. Het is één boek geschreven over een periode van ongeveer 1400 jaar. Het zijn 66 verschillende boeken door heel wat verschillende mensen geschreven. Maar toch klopt het helemaal. En daarom heb ik weet dat het is een van mijn... Dingen waar ik mij altijd aan hinder, dat mensen zeggen, ja, het is onlogisch, het klopt niet en zo. Dat zijn altijd mensen die dingen niet, die het niet kennen. Oké? Het is een prachtig, dit woord is, het is echt fantastisch. Het is echt fantastisch. En ik hoop dat jullie, dat we allemaal er enthousiast voor kunnen worden. Daarom zeg ik, lees het. Als je vragen hebt, ik zeg het altijd tegen mensen, als je vragen hebt, schrijf die vragen op en kom met een van ons praten. Oké? Maar laat het niet gewoon aan de kant, schrijf het op. En dan zullen we erover praten. Want God wil dat je dit woord begrijpt. Oké? Je moet niet vergeten. Dit is puur en simpel, zoals we vaker hebben gezegd. Het is een handleiding. Je koopt een nieuwe televisie. Je krijgt zo'n boekje erbij. God geeft zijn lievelingsschepping, zet hij op de wereld. Zonder een handleiding kan toch niet? Dit boek betekent echt hoeveel hij van ons houdt. Als je binnen dit boek werkt, binnen dit boek leeft, binnen dit boek denkt, want je moet niet vergeten, het is zoals iemand eens heeft gezegd, let op je gedachten, want die worden woorden, let op je woorden, want die worden daden. Let op je daden, want die voer je uit. En let op jouw daden uiteraard, want die worden je bestemming. Die bepalen jouw bestemming. Allemaal bij de gedachten. Daarom zei Jezus nee. Ze zeiden van, ja, als je van je vrouw scheidt, ja, dat mag heeft Mozes hè, dat mogen doen. Zegt nee. Mozes heeft uit de hardheid van jullie hart dat toegestaan. Maar zelfs als je denkt. Waarom? Want je moet niet vergeten. Wij zijn geen lichaam met een geest. We zijn een geest met een lichaam. Kijk naar 119. Psalm 119 vers 9 tot 11. Hij zegt, waarmede zal een jongeling zijn pad rein bewaren?
Het staat jongeling, want het begint bij jongs af aan moet je het doen. Maar dit klopt voor ons allemaal natuurlijk, welke leeftijd dan ook niet. Als hij dat houdt naar uw woord, zie je? Ik zoek u met mijn ganse hart. Laat mij niet van uw geboden afdwalen. Ik berg mijn woord, uw woord in mijn hart, opdat ik niet tegen u zondig. Kan ik niet duidelijk zeggen. Ja? Hoe hou je je pad rein? Door Gods woord te doen, door het erna te leven. En het moet je gehele hart, overnemen. En je moet niet je eigen dingen hebben. Want kijk, er zijn mensen die zeggen dit is dat en dat enzovoort. Van die bijbelleraar die met alle soort nieuwe lichterijen komen. Als het niet in Gods woord staat, wegdoen. Psalm 119 ook, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Weet je wat dat betekent? Ik weet altijd waar ik naartoe moet gaan. Ja, ik weet altijd waar ik naartoe moet gaan, want Gods woord zegt mij waar ik naartoe moet gaan. Weet je dat 95% van alle vragen die jij hebt, wordt in Gods woord beantwoord? En die vragen die niet beantwoord worden, zoals ik vaker heb gezegd, je hebt 2 maandjes aangeboden gekregen, welke moet ik nemen? Staat niet in Gods woord. Staat wel dat hij wijsheid zal geven om de juiste keuze te maken. En het andere probleem dat we hebben, Gods woord staat er overal dat hij ons zal helpen, staat nergens hoe. Daar komt ons tweede probleem in. Wij willen God vaak zeggen, van, zo wil ik geholpen worden. Maar wij kijken op dit vlak en hij ziet het. Psalm 30 vers 5 zegt, alle woord Gods is gelouterd. Hun die bij hem schuilen, is hij ten schild. Gods woord is ons schild. In Matthäus 4 vers 4 zei Jezus, er staat geschreven, niet alleen van het brood zal de mens leven, maar alle woord dat uit Gods mond uitgaat. Zie, wat het betekent is dat, ja, we hebben brood nodig om ons lichaam bezig levend te houden, maar we hebben Gods woord nodig om onze geest levend te houden. Zoals ik vaker zeg, mensen komen soms naar me toe en zeggen, ik heb vandaag 10 hoofdstukken gelezen. Ik zeg, prachtig, hoeveel ervan heb je gedaan? Ik heb liever dat je 1 vers leest en het doet, dan 10 hoofdstukken leest en niet. Ja? Johannes 1 vers 14 zegt, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geboren des vaders, vol van genade en waarheid. Zie je, Gods woord is waarheid. Het woord is vlees geworden. Daarom is dit boek zo verschrikkelijk belangrijk. Want dit boek vertelt ons hoe God, wat God van ons denkt en hoe hij met ons om wil gaan. Het vertelt ons ook welke relatie hij met ons moet hebben. Het vertelt ons hoeveel hij van ons houdt. En soms voel je dat niet. En ik moet zeggen, de laatste tijd hoor ik van heel veel, echt verschillende keren mensen naar mij toegekomen. En gesproken over dat ze zich voelen dat God heel ver van ze is. Ze horen hem niet enzovoort. En ik wil daar de volgende keer, in de komende tijd wil ik over praten. Ik wil hem praten over ontmoediging. Want ik zal je vertellen, dat speelt een hele grote rol. Tegenwoordig. En ik wil daar graag over praten. Want de Bijbel praat ook daarover dat we niet ontmoedigd moeten raken. Want er zijn dingen die op ons afkomen om ons te ontmoedigen. Daarom staat er in de Bijbel, verzuim het samenkomen niet. Want zoals de Bijbel zegt, zoals 1 stuk ijzer, een ander stuk ijzer scherp, zo scherpt 1 persoon, een andere persoon, staat in het Oude Testament. Dus we hebben elkaar nodig. Echt waar. Het is heel moeilijk voor mij om christen, echt een goed christen te zijn zonder jullie. Oké? Want de Bijbel zegt dat we voor elkaar moeten bidden. Toch? En Samuel zelf zei, ik zal niet tegen de Heere zondigen om niet voor jullie te bidden. Dus als jullie niet voor me bidden, zondigen jullie. Ja, er zijn bepaalde mensen waarvoor je meer moet bidden dan het gewoonlijk. En ik ben een van die mensen, dus. Johannes 17 vers 17 zegt, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is waarheid. We worden door Gods woord geheiligd. Nou, heilig betekent niet dat je 2 centimeter of een meter boven de grond loopt. Of naast je schoenen. Nee, dat is niet wat heilig betekent. Heilig betekent, het woord Hebreeuws woord kadosh betekent puur en simpel, apart. Zij zijn daar en doen dat, wij zijn hier en wij doen dat niet. Want het mag niet. Het is niet van Gods woord. En ik heb dat probleem ook vaak dat mensen soms zeggen van, hebben jullie vaker van me gehoord? Ja, maar de Bijbel heeft zoveel dingen die je niet mag doen.
Dat is echt niet waar. De Bijbel heeft veel meer dingen die je wel mag doen. En die houding die ik heb is als je tijd neemt om de dingen te doen die je wel mag doen, heb je geen tijd om de dingen te doen die je niet mag doen. Toch? Dus waar je op richt. Want er zijn zoveel dingen die je wel mag doen. Waarom richt je gewoon niet daarop? Okay? De wereld gooit alle soort negatieve dingen op ons af. Waar of niet? Toch? Waarom ga je erop in? Toch? Waarom gaan we erop in? Want we hebben veel meer dingen die positief zijn. Ik weet, sommige van ons zijn ziek enzovoort. En ik herinner me jaren geleden, een voorganger in Amerika nog, en hij vertelde ons een keer dat hij zei van, er was een broeder, was heel erg ziek uit kanker. En hij zegt, we hebben gebeden voor hem, we hebben hard voor die man gebeden, echt helemaal gebeden. En we liepen van weg en we zeiden van, Heer gaat hem genezen. We geloofden, het was helemaal, en hij stierf. En toen zei die voorganger, toen drong ze tot ons door. Hij was genezen. Je ziet, het punt is dat het koninkrijk van God is eeuwig koninkrijk van God. Ons lichaam sterft. Wij kunnen niet sterven. Dus het is gewoon een vertaling. Okay, we hebben het vaker gezegd. De dood aan deze kant van de eeuwigheid is een verschrikkelijk ding. Mag draaien of keren hoe je het nu wil, of hoe, waar of niet. Maar voor die mensen die naar huis gaan, en de mensen die achterblijven, die mensen die zeggen natuurlijk van, je kan tegen zeggen wil je terugkomen, je krijgt een optie om terug te komen. Ze gaan tegen jou zeggen, want zoals vaker hebben we gezegd, ik wacht wel tot je hier komt. Ik ben thuis. Maar het punt is dat, wij hoeven ons niet zo te voelen. Wij kunnen het nou al hebben. Toch, want de Bijbel praat over vreugde. En daar wil ik een keer, moeten we echt een keer over praten, want ik merk dat wij allemaal daar problemen mee hebben. Die vreugde. Toch? Daar moeten we echt een keertje heel goed over praten. Ontmoediging, vreugde, we moeten daar echt een keer over praten. Dat ga ik ook doen. Ik heb een hele reeks dingen waarover ik dit jaar wil praten. Want het punt is dat we zijn in het koninkrijk van God en we moeten sterker worden. Want de Heer komt gauw en hij zegt ook tegen ons dat we ons moeten indekken tegen de smerigheid van deze wereld. Want Jezus zegt in Matteüs 24 vers 12, doordat het kwade toeneemt, zal de liefde van de meeste verkillen. Maar vers 13 zegt, maar zij die volhouden tot het einde zullen behouden worden. Is het makkelijk? Nee, het is niet makkelijk. Christen zijn is niet moeilijk, het is onmogelijk. Het kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. En daarom hebben we elkaar nodig. We moeten echt voor elkaar bidden, echt voor elkaar bidden. Daarom hebben we de bidstonden, daarvoor, afgelopen kon ik niet komen. Maar daarvoor waren er echt ontzettend veel mensen. En ik was daar heel blij mee. Dat we moeten echt samenkomen om te bidden. Want je moet niet vergeten, toch? In de wapenrusting zijn er twee wapens die ons gegeven worden. Toch? We hebben heel wat beschermdingen. Als je al die dingen, het helm, het dream, het ding, het been, dingen, alle soort dingen worden genoemd. Maar wordt eigenlijk maar twee dingen genoemd om aan te vallen. En dat is het woord van God, het zwaard. En gebed. We moeten het gebed niet onderschatten. Zoals iemand eens heeft gezegd. Gebed is niet een in het domein van oude vrouwtjes. Maar gebed op de juiste manier toegepast is een machtige daad. Weet je wie dat gezegd heeft? Mahatma Gandhi. Ja. Zal ik een keertje daar meer over vertellen. Het is een interessante situatie daar. Filippenzen 2 vers 15 en 16. Opdat u onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder u schijnt als lichtende ster in de wereld, het woord des levens vasthoudende. Mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij heb ingespannen. Dus Paulus zegt, ja, ik breng jullie het woord, maar jullie moeten ook wat mee doen. Ja, hij zegt, wij moeten onberispelijk en onbesmet zijn. Mensen moeten van ons weglopen. En nadat ze met ons hebben gesproken, nadat ze hebben gezien, want ik zeg, zoals ik vaker heb gezegd, mensen zullen twijfelen aan wat je zegt, maar ze zullen altijd geloven wat je doet. Dus mensen van je weglopen nadat ze mee gesproken hebben en zeggen van, ik heb Jezus gezien. Dat is hoe wij moeten leven. Is dat makkelijk? Natuurlijk niet. Daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Ja? Is het staat. We zijn een ontaard en verkeerd geslacht. En wij moeten die lichtende sterren zijn. Dat mensen zeggen, ik heb gruwelijke hekel aan hem. Maar hij is eerlijk. Zij is eerlijk.
Ze is liefdevol. Hebreeën, hoofdstuk 4. En dit is een ontzettend mooi woord, vind ik ook. Vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp naar enig tweesnijdend zwaard. En het dringt zo door, zo diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. Wat betekent dit eigenlijk? Oké? Kijk, het woord van God is levend en krachtig. Oké? Het is actief. Het woord van God is niet iets dat daar ligt. Het woord van God is iets dat moet leven. En het woord van God leeft, want Jezus is het woord van God. Dan moet je niet vergeten, zoals we vaker hebben gezegd, neem niet kwalijk, soms zal ik in herhaling, maar goed, bij oud, dit mag. En dat is dat, Jezus is nooit weg geweest. Hij is nooit weg geweest. Toch? Hij is opgestegen, maar hij is teruggekomen, niet lang daarna, in de Heilige Geest. Dus Jezus is nog steeds op aarde. Hij leeft in ons. Wij zijn de handen, de voeten, de oren die de mensen moeten zien. Jezus is zijn bediening nooit gestopt. Jezus is er nog steeds. Hij leeft in ons. Wij moeten een voorbeeld voor de mensen zijn. Wij moeten hem tonen wie wij zijn. Zoals Jezus zelf heeft gezegd, dat de wereld mag zien dat u mij gezonden heeft. Waardoor? Waarom? Door de liefde die zij voor elkaar hebben. Liefde is het bloed in het lichaam van Christus. Hij komt gauw terug. En ik heb jullie vaker gezegd. Er zijn drie dingen die ik altijd zeg over de verdrukkingsperiode. De grote verdrukking, dus de hele periode. De grote verdrukking zijn de laatste 3,5 jaar. Je wil hier niet zijn. Het tweede daarvan is, je wil hier niet zijn. Ik denk dat jullie de derde ook kunnen raden. Jezus heeft zelf gezegd, het gaat zo verschrikkelijk zijn dat voordien en nadien niet zelfs niet erg. En dan kunnen wij zeggen, want mensen in Europa kunnen zeggen, ja, we hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, kan je iets erger voorstellen? Of het Mongoolse Rijk in 1267, toen Genghis Khan in kwestie van een uur 1 miljoen mensen heeft vermoord. Hoe weten we dat hij 1 miljoen was? De soldaten moesten het rechteroor afsnijden, iemand moesten stellen. Echt waar. Oké, is goed, dit is meer informatie dan jullie nodig hebben, maar zo zit de geschiedenis in elkaar. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd in deze wereld en gebeuren tot vandaag nog. We praten veel over Afrika enzovoort, maar in Congo zijn er in de laatste, zou ik zeggen, 5, 6, 7, 8 jaar meer dan 5 miljoen mensen vermoord. Oké? Deze wereld heeft Jezus nodig. Ze zijn helemaal los van de Heer. En weet je wat mij het meeste daarvan hindert? Wij zitten vaak als christen op onze handen. Wat moeten ze vertellen over Jezus? We moeten ze vertellen over wie Jezus is. Maar we kunnen dat niet doen zolang wij zijn woord niet in ons hebben. En het uitdragen naar ons heen. Want ik zeg, je kan naar mensen toe gaan. Ja, ik weet van christenen die soms heel erg dingen zijn. En dan gaan ze achter mensen aan, achter ze aan. Maar Jezus heeft ons geroepen om vissers van mensen te zijn. Zoals ik vaker heb gezegd. En niet jagers. Dus we moeten echt een voorbeeld zijn. Mensen gaan veel meer hebben dat ze zeggen van, waarom doe jij dat niet? Waarom zeg je dat niet? Omdat ik een christen ben. En dat de Heer van mij houdt. En ik wil die. En dan, dat gaat ze veel meer doen dan dat je ze belaagt met woorden. Waar of niet? Hebreeën 1 vers 1 en 2 zegt, nadat God eerstijds vele malen en op vele wijze tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft hij nu in de laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon, die gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, ook door wie hij de wereld geschapen heeft. Dus Gods woord spreekt. Gods woord is Jezus. Onze kracht ligt in. Onze sterkte, onze kracht ligt in de Vader, Zoon en Heilige Geest. Colossenzen 3 vers 16 zegt, het woord van Christus woont rijkelijk in u. Niet zomaar, maar rijkelijk in u. Zodat u in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen, geestelijke lieder zingende Goden dankt. Dank brengt in uw harten. Dat doen we niet genoeg. Dat doen we niet genoeg. We hebben veel te veel in gemeentes en leiders. We hebben vaak te veel een agenda. Dit moet gedaan, dat moet gedaan. Dus dit moeten ze. Mijn houding is altijd, het moet van binnenuit komen. Het moet echt zijn. Dan gaan de mensen het pas geloven.
Als we die liefde voor elkaar niet hebben, ben je nergens. Je bent nergens. Het draait puur en simpel om één ding. Liefde is niet alleen een gevoel of een emotie. Liefde is een persoon. God is liefde. In Johannes 4 vers 12. God is liefde. Het is een persoon. We moeten echt, zodat u alle wijsheid, die wijsheid komt van God. Liefde voor elkaar. Echt voor elkaar bidden. Gedurende de week bidden voor die. Bidden voor Johnny's moeder. Bidden voor Johnny. Okay. Johnny mag weten dat we achter hem staan in gebed. Dat Marieke mag weten dat we staan achter gebed. Dat Eugenie mag weten dat we staan achter haar in gebed. Aldoor, elke dag. Want hun probleem is ons probleem. Want wij zijn een lichaam. Duur en simpel om liefde. Die echtheid is weg. Die echtheid is weg. Het moet terugkomen. En ik ga ook nog praten over die. Ik heb gezegd, een van die dingen waar ik nog over wil praten, en dat ga ik zeker doen, is die eerste liefde. Hoe moet je die eerste liefde weer hebben? Toch? Zoals ik vaker vertelde, je krijgt een brief van je vriendin, toch? En zet je het onder je kussen. Midden in de nacht word je wakker en met je flashlights ga je het nog een keer lezen en dan ontdek je weer iets nieuws dat ze gezegd heeft. En de volgende morgen word je wakker en dan kijk je weer naar je brief, zie je het weer te lezen. Een keer heb je die brief niet gelezen. Toch? En je ontdekt elke keer weer het nieuw. Dit is een liefdesbrief. Het is een liefdesbrief. Het volgende punt. De achtste reden waarom van Jezus zo. Hij spreekt mij altijd liefdevol, teder en barmhartig aan. Er zijn dingen van God die wij nooit gaan begrijpen aan deze kant van de eeuwigheid. Maar een van die dingen die ik misschien nooit ga begrijpen van God. Is die liefde die hij voor ons heeft. Voor deze wereld heeft. Jullie begrijpen wel waarom ik het niet begrijp. Dat begrijpen jullie wel. Jezus was nooit, dan ook nooit, moe. Het staat in de Bijbel, verschillende keren staat er in de Bijbel. Dat hij moe was of zo voor, toch? Het staat er. Maar als mensen naar hem toe kwamen, liet hij alles vallen. Laten we even kijken. Johannes 6 vers 60 tot en met 69. Vele van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard. Hij had net gesproken over dat je zijn vlees moet eten, zijn bloed moet drinken enzovoort. Oké, daar hebben we vaker over gehad natuurlijk. Het dus betekent gewoon, Jezus is het woord van God. Hij zegt, je moet mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Betekent dat je me helemaal in je moet opnemen. Dus net zoals je een appel eet of water drinkt. En je kan het nooit meer terugvinden. Dat het helemaal afgebroken wordt. Een heel deel van je lichaam. En het voedt je lichaam. Om het sterker te maken toch? Om het leven te houden. Dat bedoelde hij dus met vlees eten en bloed drinken. Maar zij vonden het harde les. Dus ze zeiden, vele van zijn discipelen waren ook discipelen die naar hem toekwamen natuurlijk. Er waren heel wat mensen die hem volgden, behalve die 12 die hij gekozen had. En ze hoorden dit en ze zeiden, deze reden is hard. Wie kan het aanhoren? Jezus nu zei, wist van bij zichzelf dat zijn discipelen hierover moorden. En hij zeide tot hen, geef dit u aanstoot, heb je hier moeite mee? Wat dan? Indien u de zoon des mensen daarin ziet opvaren waar hij tevoren was. De geest is het die het levend maakt en het vlees doet geen nut. Dus vlees heeft beperking. Het is niet onbelangrijk, maar het heeft duidelijk beperking. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Het woord dat ik sprak, zijn niet aan het geest, maar het is ook leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus is van den beginnen wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. En dat zeg ik elke keer weer. De reden waarom jullie hier zijn op zondag is dat de Heilige Geest jullie naartoe heeft gebracht. Niemand komt uit zichzelf. Jezus trekt je. Daarom als je voelt om te gaan. Daarom geloof ik, elke zondag als ik reis, zie ik die voetbalvelden vol enzovoort. En weet je wat mijn gedachte, eerste gedachte is? Wauw, ik mag naar de kerk gaan. Weet je wat een voorrecht is om hier te zitten? We zitten niet in de grote kathedraal. We konden net zo goed onder die boom daar gaan zitten. Want Jezus is daar. Maakt niet uit waar we samenkomen. Dat we samenkomen. In zijn naam. En hij zei de vers 65. Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan. Tenzij de vader dat van de vader gegeven zijn. Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug. En gingen niet langer met hem mede. En Jezus zei dus tot zijn 12. U wilt ook toch niet weggaan. Simon Petrus antwoordde, zei de Heer, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Heilige God bent. Wat ik zo mooi hiervan vind, is dat deel.
Dit is de almachtige schepper. Dit is God. Dit is het einde, het begin en alles tussenin. En deze mannen gaan tegen hem in. Toch? En ze lopen weg. Wij zouden meer houding van, dan ga je toch. Hé, hey, jullie hebben een probleem hier. Dat gaan jullie toch doen. Ga weg. Ik heb jullie niet nodig. Zie je die houding die hij heeft? We hebben het toch laatst gehad over de 4 alomtegenwoordige karaktereigenschappen van God. Dat hebben we een hele paar maanden eigenlijk besproken van God. Die in Jezus zijn gemanifesteerd. Liefde, vergeving, nederigheid. Nederigheid, zie je? Dat is een nederige houding. Alhoewel ze weg van hem gingen. Die nederige houding. Hij sprak hun, terwijl ze fout waren, die mensen die weggingen, sprak hij die anderen aan van, gaan jullie dan ook gewoon weg? Nee, jullie willen me toch niet van mij weg. Zie je, dat is liefdevol, dat is nederigheid, dat is tederheid. En dan een van de mooiste teksten in de Bijbel. Matthäus 11, vers 28, zegt hij, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Zie, die rust hebben wij nodig. We hebben geen rust tussen onze oren. We hebben vele van ons, allemaal van ons. Het gebeurt ook met mij. Dat is vaak die vertroebeling. Maar dan zeg ik, Heer, ik moet die rust hebben. Want de enige persoon die mij rust kan geven, is de Heilige Geest. En dat kan alleen gebeuren als ik hem alles geef en alles laat. En niet dat die houding heb van, je komt met een hele zware last. Je legt het neer voor het kruis, je bidt, je bidt, je bidt, Heer, dank u wel, enzovoort. Je staat op, je pikt hem op, en je loopt weer weg. Ermee. Neem u, hij zegt, dat zegt hij, neem mijn juk op u. Hij zegt, mijn juk? Wat is mijn juk? Hij zegt, neem je juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. Waarom zie je rust vinden voor je zielen? Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik heb het vaker voorbeeld gebruikt natuurlijk, wat ze deden in het, wat ze nog steeds vaak doen, als ze dat nog gebruiken, is dat als je een nieuw dier wil opleiden om een juk te trekken, kan je hem niet direct eronder zetten, want dat ding is zwaar. Hij moet ermee leren omgaan. Dus ze zetten altijd dan een ervaren stier of koe of wat dan ook niet ernaast, of ezel of wat dan ook niet ernaast, die dan het grotendeels van het juk draagt. Zodat die andere, die juk is dan lichter voor dat beest, zodat hij er mee leert omgaan. Want Jezus zelf gezegd, in deze wereld zal je vele problemen hebben. Maar zie, ik heb de wereld overwonnen. De psalmen zeggen, de problemen van de rechtvaardigen zijn vele, maar de Heer redt hem uit alle. We gaan problemen hebben. Jezus heeft gezegd, als ik heb geleden, gaan jullie lijden. We gaan lijden. Maar je moet niet vergeten, Amerikaans spreekwoord zegt, whatever doesn't kill you, makes you stronger. En dat is waar. Het is echt een principe. Het is echt waar. Dat we tegenin gaan. Zeggen, Heer, dit is moeilijk. Dit is het ding. Maar ik blijf op u vertrouwen. Heer, ik blijf op u vertrouwen. En als je voelt dat je afzakt, bel een van ons op en laten we gaan bidden erom. Want het belangrijkste dat jullie moeten weten is dat je nooit en dan ook nooit alleen iets moet dragen. Wij zijn een lichaam. We doen het samen. We bidden voor elkaar. Bid een broeder op. De Bijbel zegt zelf ook, vertel elkaar de zonde en bid voor elkaar. Want geheime zonden natuurlijk worden altijd erger. Maar als je het vertelt, kan de vijand het niet meer tegen je gebruiken. Want dan weet je dat die broeder of die zuster gaat ervoor bidden. En we staan samen. En we denken, oh, ik heb een verschrikkelijk zonde. Ik heb dit, ik heb dat. En zo. We hebben allemaal dingen. We hebben allemaal dingen. Laat me je vertellen. Als je iemand hebt die opgegroeid is in een hele slechte buurt. Met ouders die in de gevangenis zijn geweest. Of drugs en dingen enzovoort. En die persoon steelt of dit of dat. Hij doet verschrikkelijke dingen. Dat zijn erge dingen. Maar als je een christen hebt die de Heer heel goed kent. En dan een leugentje vertelt. Die persoon is veel erger dan die andere. Want de Bijbel zegt zelf. Een slaaf die niet weet wat zijn meester wil. En het niet doet, wordt met weinig slagen geslagen. Maar de slaaf die weet, dit staat in Lucas, die weet wat zijn meester wil. En het niet doet, wordt met vele slagen geslagen. Aan wie veel wordt gegeven, wordt ook veel geëist. We hebben verantwoordelijkheden tegenover de Heer. Geloof me, staat ook in Korintiërs. We moeten alle voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Wat we gedaan hebben in het lichaam. Ja? Niemand gaat naast je staan. Je gaat niet kunnen zeggen, ja, maar broeder Sam.
Dat ga je niet kunnen zeggen. Okay? Dat ga je niet kunnen doen. Wanneer je voor God staat, sta je helemaal alleen. Je man heeft er niets mee te maken. Je vrouw heeft er niets mee te maken. Want jouw relatie met God is één op één. Hij is een persoonlijke God. Een geheel en al persoonlijke God. Wanneer jij bidt, al bidden de 100 miljoen mensen tegelijkertijd op aarde op dit tijdstip, hij hoort alleen jouw gebed. Want God is boven de tijd. En weet je wat het mooie ervan is? Hij wil dat we tot hem komen om te bidden. Hij wil het. Hij zegt, kom tot mij. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Neem mij juk op u. Leer van mij. Hij zegt, leer van mij. Zie hoe ik het heb gedaan. Daar we over hebben gehad toch? Die vier alomtegenwoordige eigenschappen van God die Jezus heeft gemanifesteerd. Toch? Hij zegt, leer van mij. Wat zou Jezus hebben gedaan in deze situatie? We weten wat Jezus zou hebben gedaan in die situatie. Overal waar Jezus kwam, deed hij één ding. Hij cijferde zichzelf weg. Om ons op de voorgrond te schuiven. Daarom als christenen, laat iemand anders uitblinken. Laat iemand anders uitblinken. Je denkt dat je wanneer je voor God staat, kom jij op de voorgrond. Toch? We zijn in deze wereld, zoals Paulus heeft gezegd, dat we de een de ander hoger achten dan zichzelf, Filippenzen 2. Toch? Dat we die eenheid behouden. Het belangrijkste in deze tijd is dat we die eenheid behouden. Want de vijand houdt ervan om de verdeling te brengen. Want als je verdeeldheid hebt, kan je niet strijden tegen de vijand. Jullie weten, ik praat niet vaak over Satan. Want ik zal je vertellen, ik heb mensen meegemaakt die wouden dat ik met kon praten over de duisterwereld, die soort dingen. Ik zeg, luister, als je van Satan wil leren, hoe meer je over Jezus leert, hoe meer je van Satan leert. Dan weet je precies, dit is van God, dan heb je dat andere helemaal niet nodig. Trouwens, ik wil niet over die schof praten. Komt ze allemaal wel waar het terecht moet komen. Toch wat er staat in Jesaja 14 en Ezekiel 28, is dit de man? Staat in de Bijbel. Is dit de man die wij vreesden? Is dit degene die de gevangenen niet naar huis ging? Is dit, ik was bang voor hem? Kan je nou wel zeggen, want Jezus heeft alle macht van hem afgenomen. Hebreeën 2 vers 14 en 15. Daar nu de kinderen aan vlees en bloed deel hebben gehad, heeft hij op gelijke wijze deel gehad op dat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivel zou ontronen en alles zou bevrijden, die hun ganse leven door vrees voor de dood tot slavernij gedoemd zou worden. Jezus heeft ons bevrijd. Satan speelt geen rol meer. Hij kan je ompraten. De enige macht die hij heeft is hij kan je ompraten. En dat doet hij heel erg goed. Dus wanneer hij naar je toe komt en hij begint gedachten in je hoofd komt, gaat je niet lukken. Donder op. Gaat je niet lukken. Ja maar. Het punt is dat hij heeft altijd ja maar. Geloof ik had een keer een preek over ja maar toch? Ja, volgens mij heb ik een keer een preek gegeven over ja maar. Ik geloof niet in ja maar. Oké? Je moet niet tijd besteden aan iemand die verslagen is. Je moet tijd besteden aan iemand die overwonnen heeft. En in Christus Jezus zijn wij meer dan overwinnend. Meer dan overwinnend. Wat heb je nog meer nodig? Oké? Maar ook één ding moet je niet vergeten. Heel veel gebeden die wij bidden, zeg ik ook vaak, worden pas in eeuwigheid beantwoord. Ik heb het liever dat, ik wil die tijdelijke dingen niet. Dat mooie lied dat we altijd zingen. Of meer zouden moeten zingen. Wij zijn op reis naar huis. Oké? Dit is een tussenstopje. We zijn hier om te leren. We zijn hier om ons karakter op te bouwen. Ik wil je dat verhaal nog een keer vertellen. Ik heb het vaker verteld. Maar ik vind het zo'n mooi verhaal. Dus jullie zullen me vergeven dat ik het weer vertel. Ja, ik weet. Ik zal beginnen te lachen, want ik ben oud. Van die, dit is echt gebeurd hoor. In de 60e jaren toch was er een Amerikaanse Jood die zijn rabbijn. Want je moet niet vergeten, vaak hebben ze bepaalde rabbijnen die zij volgen. Iemand een bepaalde leer van een bepaalde rabbijn. En hij was in. En deze rabbijn was toen achter, in die tijd, was het 60e jaren, 70e jaar, begin 70e jaar, was natuurlijk het IJzeren Gordijn. Hè? Dus, en deze man was of in Tsjechoslowakije of in, ik denk dat hij in Tsjechoslowakije was. Een van, ja. En die man, hij probeerde om die man te gaan bezoeken. Die rabbijn. Maar het is heel erg moeilijk voor Amerikanen om daar naartoe te gaan. Het heeft echt een hele lange tijd geduurd. Het heeft veel gekost. Maar uiteindelijk, nou geloof ik bijna een jaar of anderhalf, sorry. Hij heeft uiteindelijk toestemming gehad en hij mocht gaan.
Maar hij kwam daar aan en natuurlijk in die tijd mocht je niet zomaar door de straat lopen. Dus hij had het adres van die man gekregen, van zijn rabbijn. Die man had vele boeken over geschreven natuurlijk. Hij had het adres, dus er werd een wagen voor hem, hij werd voorzien van een wagen. Hij ging in die wagen zitten en van het hotel werd hij weggereden enzovoort. En hij reed door verschillende plaatsen van die stad. En hij merkte dat ze kwamen maar in slechter en slechter en slechtere buurten. Of minder mooie buurten. Op een gegeven moment stopten ze voor ons een van die blokken. Van jullie die nog een beetje ouder zijn. In die tijd was het toch een van die cementblokken dingen met appartementen erin. Dat deden ze in de communistische tijd toen. En hij kwam daar en die man en zei tegen die man, ben je zeker? Dit is een wereldberoemde rabbijn. En hij komt en die man zegt, ja, je moet hier gaan. Want hij stopte voor een deur en er was een heel smal trapje dat zo'n paar verdiepingen omhoog ging. En bovenaan zag hij twee draadjes en zo'n lampending. Dus gewoon draadjes met een lamp die helemaal bovenaan hing. En die man zegt, ja, je moet hier naar boven gaan. Dus ben je zeker? Ja. Dus hij loopt naar boven en hij klopt op de deur. En waar rempel daar staat zijn rabbijn. En hij loopt naar binnen en het was een klein kamertje. Maar overal waren boeken. Hij vertelde dit, overal waren boeken. En hij kwam in de kamer, daar was een keukendingetje. Het was één kamer, één keukendingetje was er. Met een tafel en wat stoelen. Heel somber. En dan kon hij die man zijn slaapkamer zien. En daar was gewoon een bed met een nachttafel en een lamp. En overal boeken. Dus hij zei gewoon van, dit was weer een beroemde man. Hij zei, rabbijn. Waar zijn uw dingen? Waar zijn al uw spullen, al uw meubelen enzovoort? En die rabbijn zei, waar zijn die van jou? En die zegt, ja, maar ik ben op doorreis. En die rabbijn zei, ik ook. Zie, wij vergaren veel te veel dingen hierop. We zijn veel te veel bezig met de dingen. Van, ik moet dit hebben, ik moet dat hebben, zo. Die rijkdommen kan je niet meenemen. Je kan niet met je meenemen. Herinner je de straatstenen? Toch? Van die man die vroeg aan God of hij iets mocht meenemen. God zegt, nee, hoeft niet, mag niet en zo. Maar uiteindelijk kreeg hij toestemming, want hij bleef aandringen. En toen heeft hij twee zakken met gouden staven meegenomen. En hij komt in de hemel binnen en die engel zegt, je mag niets meenemen. Ja, maar het heeft toestemming. De engel gaat checken, komt terug. En hij zegt, oké, maar voordat je binnen gaat, wil ik het zien. Gouden staven. En de engel zegt, oh, straatstenen. We hebben een verkeerd begrip van wat belangrijk is. Wat Jezus gedaan heeft voor ons. Dat is het allerbelangrijkste. Laten we even bidden. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor uw liefde. Maar ik bid dat wij daar echt naar moeten leven. Ik bid voor mijzelf, Vader God, dat u mij een nieuw hart geeft. Nee, ik wil geen nieuw hart, Vader God. Ik wil een harttransplantatie. Ik wil uw hart hebben. Ik bid dat voor mijn broers en zussen. En ik weet dat zij dat ook willen. Ze willen allemaal een harttransplantatie hebben. Ze willen uw hart hebben. Zodat we u kunnen uitdragen. Want u bent onze verlosser. U bent onze heiland. U bent onze oorsprong. U bent onze reis. En u bent onze bestemming. En ik dank u daarvoor. En ik bid voor ieder hier vanmorgen. Dat u ons helpt om Jezus uit te dragen. Dat we dat licht mogen zijn die u bent geweest. Dat u door ons zal schijnen. Wij zijn niet het licht, u bent het licht. Wij zijn uw doorvoerhavens en wij danken u daarvoor. Dat u ons dit voorrecht geeft om dat te mogen zijn. Ik dank u daarvoor in de naam van Jezus. Amen. Wilt u gaan staan voor de zegen? Het volk van God, de Heere zegende u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. In de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Amen.